Hallo kijkers, voor de Ramp en welkom weer terug bij een nieuwe aflevering van Saints Row 2. Vandaag gaan we wat winkeltjes bekijken en we gaan ook wat missies doen. En er zit opeens een andere gozer in onze auto. What the fuck is dat? Ik had dat echt niet door toen ik deze auto stal. In ieder geval, vandaag gaan we dus allereerst naar deze winkel. Want deze winkel is chill en het ligt op onze route. Weet ik veel. Nou, stap nu maar uit. Ik wou netjes parkeren. Oké, wat hebben ze hier? Hopelijk een nieuw hoedje. Nee, niet echt. Niet echt iets wat ik zoek. Nee. Bra. Ja, dat staat hem. Staat hem ook niet. Het blijft gewoon zo, dat is veel mooier. Jongens, ik heb vandaag een beetje een schorre stem, dus... dan weet je ook waarom ik misschien net iets anders zou klinken of zo. Als ik opeens iets anders klink. Want ik heb een beetje een schorre stem. Ja. Oké, nou. Kunnen we hier naar binnen? Oh, ik wou wel zeggen, joh. Oké, in ieder geval, dan gaan wij hier maar een zijmissie doen. En die zijmissie, die is... waarschijnlijk een zijmissie. In ieder geval... Septic Adventure. Let's start. Als er een filmpje komt, ben ik stil. You have a lovely office. Please, do you really think I'd meet you anywhere public? Look on the bright side. At least we're not on a boat. I'm glad you can joke about your husband's death. I'm crying on the inside, I assure you. What do you want? Justice. Then call the cops. I said I wanted justice. Who pissed you off? Altors made fortunes by standing on the shoulders of my husband. The gentrification of Saints Row was first referred to as the Hughes Initiative, then the Altor Hughes Initiative, and now just the Altor Initiative. My husband's legacy has been stolen, and if I can't benefit from it, neither can Altor. I want you to devalue their property. I'm gonna need the name of the septic company the city's got a contract with. Why do you need to know that? You'll see. Okay. Martha told me of your plan. We start our war against Altor on their own soil. Okay. Raw. Okay, kom op. Die bootjes moeten onder dit bruine spul. Okay, kom op. Laat maar weer. These bourgeois fucks will pay. Hoppakee. This is some dirty business. Het zit eronder. Zullen we meteen onder de politie? Spray the police station. No one pushes me around. Oké. Hey, de politiestation onder spuiten. Hoppakee. Oeh, het valt mooi naar beneden. Oh, het blijft tegen de brug aanhangen. Oh, wat jammer. Ja, let's go verder. Yes, yes, it's tragic. Ja, heel mooi. Oh, politie. Hey, politie. Politie is bruin. So nog meer politie. Huh? Oké, spray the office buildings. Hoppakee. Oh, wat leuk. Al die office buildings die een verfje krijgen. Hoppakee. Let me show you a thing or two about offensive driving. Quit playing around and take care of those cops. Nou, die cops mogen van mij wel blijven. Wat alleen van mij niet mag blijven. Nou, oké, die cops mogen op zich ook niet blijven. Want al hun. This is about to get interesting. Ja, vind ik ook. Oké, dit duurt echt wel eventjes voordat het ondergespoten is. Oké, dit werkt. En daar vliegt opeens een persoon. Ik weet ook niet hoe die dat doet, maar... blijkbaar kunnen mensen vliegen. En dit even onderspuiten. Hoppakee. Oké, mooi. Blijf staan. Hoppakee, doorrijden. En dit nog een beetje onderspuiten.
That's better than throwing in a pen, you know? I hate these fucking people. Okay, wat jij zegt. De kerk. Vind ik op zich zonde voor deze kerk. Maar die kerk had best een mooi kleurtje al. Zo, even deze auto. Hoppakee. Maar ja, als de kerk bruin moet, ja, dan moet de kerk bruin. Tuurlijk. Ja, dat zie ik. Jullie zitten op een auto die niet kapot kan waarschijnlijk. Hoppakee. Level 1 completed. En level 84. Oké. Nou, let's go verder. Continue activity. The strippers of this town have been good to me. But Ultor hides behind the glittering pasties of those horse and I will give them no ground to run to. Ondertussen spuit ik deze mensen ook even onder. Into scat play, these bourgeois fucks will pay. Ja, deze bourgeois fucks, of hoe ze ook genoemd worden. Zo. That's a blowjob they'll never forget. Sluts. Klopt. Looks like we got them with their pants down. Oh, daar gaat er nog één. I hope they were into scat play. En daar gaan er nog een paar. En those corporate whores got everything they deserved. That's yep. A blowjob they'll never forget. Nee, dat klopt. Maar dat was ook geen blowjob. Zo. I hope they were into scat play. Spray the hose. Oh, had ik ook echt niet door hoor. Nou, dat moest. That was unexpected. Nou, eigenlijk niet, want het moest van jullie. Zo, ga maar even lekker liggen, jij. Oké, oh, deze nog. That's a blowjob they'll never forget. These bourgeois fucks will pay. It looks like we got them with their pants down. Oké. I hope they were into scat play. Kunnen we daarbij komen, of... Nee, we kunnen daar niet bij komen. Oh, dit nog. Corporate whores got everything they deserved. Yep. Hoppakee. Even die auto bruin. Want bruin is een mooie kleur voor een politieauto. That's a blowjob they'll never forget. Hoppakee, een beetje doorrijden. These bourgeois fucks will pay. Oké, kom op. Mooi. Kijk, maar mensen, dit is toch gewoon leuk. Een gratis kleurtje voor je haar. Normaal moet je ervoor betalen, maar kijk, ik geef het jullie gewoon helemaal gratis. Oh, er stond een meneer in onze auto. Vast te zitten. Oké. Je mag doorrijden hoor. Ja, and you want to play. And he get it. And he can get it. This thing jackknives were in nou, rij is goed. Hoppakee. I was looking for my lighter. Did I miss something? Nee, niet echt. We stop, we get arrested. Nou, daarom moeten we niet stoppen. Oh, dit is leuk. Deze auto is een beetje onder. Your life pimps met a fitting end. Hoppakee. Zo, so, spray the pimps in their cars. Fitting end. Ja, vind ik ook. The truck wasn't designed to take this kind of abuse. Oké, nou, deze mooie auto mag ook bruin. En deze auto mag ook bruin. En nu die wagens nog bruin. Lowlife pimps met een fitting aim. Waarom heb jij een shotgun vast, gozer? Als je daar niet mee kan werken. God, I hope this thing doesn't spring a leak. Oké, deze nog. De Ultra Johns. De Ultor Joints, niet Ultra Joints, de Ultor. En de Ultor is natuurlijk de vijand van Ultra. En Ultra, dat zijn wij. Nou, dat ben ik eigenlijk, jongens. Want ik heet Ultra. Maar het is onze vijand, Ultor. Het is de grootste vijand, want ze doen gemeen. Weet ik veel wat ze aan het doen zijn. Ze doen iets niet goed. En dan moeten wij hun natuurlijk straffen. Hebben we het altijd al gedaan en zo blijven we het ook doen. Slechte mensen straffen we. Goede mensen, die helpen we. Bijvoorbeeld die mevrouw. Die wou graag dat we haar helpen, dus ja, wij helpen haar. En ik neem aan dat ze goed is. En anders
ja, dan is het niet goed. Ik vind het toch leuk om te helpen. Oké, okay, kan ik dit onderspuiten? Nee, dat wil niet. Ja, het is nice als jij dichterbij gaat met je wagen. Oh. Ga jij even springen, meneer de politieauto. Dat is mooi. Kijk, die politieagent wou even stunten. Wil jij ook al even stunten? Maar je kan dat niet. Leer eens een keertje. Leer eens dat jij niet kan stunten. Oké. Okay. Well done. En ik zie geen levensbalkje. Nu wel weer. Those pigs deserve their feet. Yep, klopt helemaal. All okay. Of Ulto's consumer shrines must be destroyed. Okay. Ulto is getting the message, but there's more work to do. Ja, ik neem het aan dat ze de message krijgen. Dat al hun gebouwen gratis bruin worden gesprayed. Is that illegal here? I keep oh, kijk. Die zit een tikje te spelen. Ja, jullie missen elkaar een beetje. Oké, okay, rijd door. Oh, jij wil ook even met mijn stickertje spelen. Nou, ga iemand anders stikken. Oké, okay, nou deze tuin even bemesten. Well, dat mag ook. Zo. Hoppakee, dat werkt ook. Can you spray that hassle for me? Jawel, maar op een of andere manier wil het niet echt heel snel gaan. Oh, wacht even, natuurlijk, omdat deze politieauto daar staat. En die moet natuurlijk ook een mooi kleurtje hebben. Net zoals deze politieagent. You people don't know how to drive. Zo, dat is ook nog gesprayed. Get out of my way. Oké. I hope they enjoyed their stay. Ik hoop het ook. Wat zou toch wat zijn, joh. Betaal je heel veel geld, dan geniet je niet van je verblijf. Ook al is je verblijf bruin, het is toch altijd om te genieten. Nou, gaan we nog een rondje doen, want ik moet daar nog even bij. Oh, daar kom ik niet bij. Ze hadden verwacht dat ik daar eerder bij kwam. Ja, dan moeten ze leren dat ik dat niet meteen weet. Game, ik weet dat niet meer. Gop. Alsjeblieft. Hier. Ja, heel mooi. Nou, rij even door. Ja, wat ben jij aan het doen, gozer? Je bent heel raar aan het rijden. Oh. Yay. I hope they were into scat play. In war, there are always bystanders. Yay. Allemaal mensen. Hoppakee. Why can these people unite over our spot? Als jullie zo graag je auto bruin willen, zeg het dan gewoon eventjes. Want ik vind het geen probleem hoor. Om een auto bruin te spuiten. Hoppakee. Nou, een piramide is denk ik een beetje overdreven. Hoppakee. Hoppakee. Ja, die mensen die geven niet zoveel geld. Dus. Dat vind ik geen probleem. Dat we die mensen een beetje overslaan. I hope they enjoyed their stay. Ik pak de mensen zoveel als ik kan. Klom die nou echt naar boven, die gozer? Via die paal? Damn it! This will be fun to explain to Monica. I don't want to. Wie is Monica? But I think they may want us. In ieder geval, dit is sowieso fun to explain. Oké, okay, kom op. This is my road. Kom op, zeg. Rij even door. Better them than me. Je staat een beetje in vuurachtig iets. Ja, ja. Als jij je auto bruin wil, zeg het dan gewoon. Rijd je zijn eigen auto bijna kapot. Well done. I hope they enjoyed their stay. Hoppakee. In war there are always bystanders caught in the fire. Those tailgaters. Hoppakee. Well done. Hoppakee. Gehaald. Oké. Mooi. Dat is heel mooi. Maar kijk eens, ik zie dat we op de tijd zitten. Dus ik ga tegen jullie zeggen. Kijk eens even een duimpje omhoog. Help je mij mee? Help het kanaal mee. We hebben iets unlocked. Food and liquor source discount van 5% korting. Dat is heel mooi.
Maar kijk, dus dat betekent ook dat we richting het einde zijn gekomen van deze aflevering. Want we zitten alweer op de tijd. Dus kijk, zo even een duimpje omhoog. Help je mij mee? Help het kanaal mee. Abonneer als jullie nog niet zijn geabonneerd. Dan zie ik jullie morgen weer terug als we verder gaan met deze missie. Maar voor nu heb ik nog maar één ding te zeggen. En dat is... Doei!